Na het debakel tegen Tsjechië is het alweer tijd voor de WK-kwalificatie. Dus alle oranje trainingspakken en kleuren en sjalen mogen weer uit de kast. En dat met niemand minder dan Louis van Gaal aan het roer. Ik ben heel benieuwd of het Oranje Legioen blij is met de aanstelling van de trainer. Dan zijn we een beetje blij dat Van Gaal nu bondscoach is geworden. Ja, het kon niet veel slechter natuurlijk. Dus het is alleen maar positieve tijd natuurlijk. Ja, absoluut. Kijk, Van Gaal is misschien wel een beetje een gek. Dat is wel een klein beetje zo. Maar aan de andere kant, het is wel vermaak met die gast. Ja. Ik heb Frank Boer, daar vielen we gewoon elke keer in slaap tijdens interview. En nu is het gewoon genieten. Is het genieten van die persconferenties? Ja, 100%. Dat is toch heel mooi wat Van Gaal allemaal doet. Louis van Gaal is de trainer, dat kan niet stuk. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat hij wel een visie heeft en ook de groep neer kan zetten. Ik denk dat het wel een goede trainer is voor deze selectie inderdaad, ja. En wat vinden jullie van Gaal, man? Zijn jullie blij met... Leuk. Is gezellig, ja zeker. Ik hoop wel dat hij resultaat had, maar het is een leuke pick. Het is prima. Echt heel blij in ieder geval. Mijn moeder vindt hem ook heel erg super, dus daarom ben ik heel blij. Wat maakt hem beter dan Frank de Boer? Ervaring. Autoriteit. Ja. Ja. En hij laat voetballers spelen en niet Martin de Roon bijvoorbeeld. Dat kan toch niet? Ja. Hetzelfde als Ellie Lust op tv, dat kan ook niet meer. Je lijkt wel een beetje op tv. Oh, dankjewel. Is Louis van Gaal beter dan Frank de Boer? Nou, Louis van Gaal kan communiceren. En Frank de Boer kan niet communiceren. En volgens mij is een van de belangrijkste dingen bij het Nederlands elftal is dat je in ieder geval op een fatsoenlijke manier met je spelers kunt communiceren. En duidelijkheid kunt geven. En als je mensen via een appje af gaat serveren, ja, dan heb je het niet begrepen voor mij. Dan ben je niet echt geschikt. Dus duidelijkheid. Discipline. Hij is ook knapper. Omdat Van Gaal luistert naar de spelers, die kiest gewoon voor een 4-3-3 opstelling, 1-4-3-3 opstelling. Nee, Louis van Gaal. In plaats van een slappe gelul van die 5-3-2 opstelling. Louis van Gaal kan heel goed Engels, dat is leuk. Welke vind je nou mooier, jou of mijn microfoon? Ik vind mijn microfoon mooier. Zijn er nog spelers die jij normaal zou selecteren die Van Gaal nu niet heeft meegenomen? Nou, kijk, we hebben de spits van Barcelona, laten we thuis. We laten de rechts buiten. Spits van Barcelona bedoel je Luc de Jong? Luc de Jong natuurlijk, ja. Die komt straks de baas. Ja, eigenlijk, daar kun je niet omheen. Inmiddels. Vervanger van Messi. Kijk, Messi weg, Griezmann weg, Luc de Jong terug. Ja. Zelf om het even. En mooi balans. Goed. Hebben ze het goed gedaan deze. Dan wordt de Champions League winst voor Barcelona. Dat hij een goede selectie samen heeft gesteld of mis je nog een paar jongens? Nee, ik denk wel dat het goed is. Je bent tevreden. Hij heeft er wel verstand van. Ja. Meer als ons. Denk je? Ja, 100%. Ik betwijfel het hoor. Jeroen Verhoeven. Op zich heeft hij wel een goede selectie, alleen Wijndal zou ik nog wel selecteren. Ja. Van Ginkel. Van Ginkel? Ja, de aanvoerder. Kijk, El Ghazi thuis laten vind ik ook niet verstandig. Die kan in de spits, die kan rechtsbuiten. Een beetje creativiteit kan die achterin, centraal centerback. Heel veel creativiteit. En dan, op een gegeven moment krijg je wel meer voetbal in je elftal. Je zei wel dat hij een goede trainer was. Dit zijn toch grote fouten die hij van Gaal dan maakt? Dit zijn vrij riante fouten, ja. Ik verwacht ook wel na dit interview, als dit een beetje rondgaat, dat Van Gaal mij nog even een telefoontje geeft. Ja, Dennis Bergkamp. Ook al? Ja. Ik hoorde net ook al Rijkaard. Ook. Is hij ook nog gestopt, hè? Nee, hij heeft de goede keuzes gemaakt. En vooral belangrijk om toch de spelers die nu spelen, ook onder Frank de Boer, vertrouwen te geven en daarmee verder te gaan. Absoluut. Ja, op zich snap ik zijn selectie wel, want hij heeft nu wel allemaal mensen geselecteerd die zeg maar al gevoetbald hebben. Hey, en wat denken we ervan? Gaan we het WK halen? Of is dat een beetje... 100%. Ja, sowieso. Ja. Tuurlijk. Moet. Absoluut in ieder geval. Als koning Toot het voor het zeggen heeft, gaan we het zeker halen in ieder geval. Ja, ik denk het wel. Je denkt het wel? Ja. Ja, we zijn wel heel goed. Eerlijk gezegd, ik twijfel nog. Maar uiteindelijk, het gaat goed komen. Louis kennende, komt goed. Met deze selectie moet dat wel lukken. Het is wel schande als het niet lukt. Uiteraard. Ja, natuurlijk. Het is Nederland. Vanavond een 4-0 overwinning. Over vier dagen, er komt 2-1 overwinning. En dan staan wij gewoon weer op het WK. 24.